Hoofdstuk 4. Het was een treurig duo dat een uur of wat later op weg ging. Hal had dat aangeraden de grijsgroene jagersmantel deze keer maar thuis te laten. Wil had hem toch maar opgerold in zijn deken en achter zijn zadel gebonden. Aan het zadel hing in een foedraal ook zijn lange boog en de voorraad pijlen. Alice droeg natuurlijk ook haar witte couriersuniform niet. Ze droeg in plaats daarvan een eenvoudige groene jurk onder een bruine wollen overjas. In die kleuren zou ze nauwelijks opvallen in het bosrijke landschap waar de weg doorheen liep. Ze informeerde in het dorp en bij de boerderijen daaromheen of iemand iets gezien had. De reizigers waren waarschijnlijk in zuidelijke richting verder getrokken. Volgens de mensen bestond hun karavaan uit een vijftal woonwagens met een hele menagerie van paarden, honden en geiten. Geen van de mensen die ze ondervraagd hadden was een zwart-witte border collie opgevallen. Ook had niemand een hond gezien die op een vechthond leek, maar dat was natuurlijk niet zo vreemd. Hondengevechten zijn verboden, zei Will tegen Alice. Dus zorgen ze er wel voor dat je geen vechthonden ziet als ze die hebben. En bovendien is Eben gestolen, dus verstoppen ze haar waarschijnlijk ook. Al hadden de reizigers een voorsprong van 3 dagen, plus een flink deel van een 4e dag, toch dacht Will dat ze hen snel zouden kunnen inhalen. Steeds als hij een stel reizigers voorbij zag komen, ging zij op zijn best stopvoets. Toch vroeg hij na de 2e dag nog eens bij een boerderij. De reizigers waren al 2 dagen eerder gepasseerd. Dat vond Will vreemd en hij legde het aan Alice voor. Ik heb vrouw Pauline gevraagd wat ze ons kon vertellen over reizigers, toen ik nog even op het kasteel was om in te pakken, antwoordde zij. Ze heeft door de jaren heen nogal eens met hen te maken gehad. Ze vertelde dat ze vaak de eerste dagen na vertrek er een flink de pas in zetten, zeker als ze zich schuldig gemaakt hebben aan diefstal. Dan zijn ze tegen die tijd dat het ontdekt wordt, tenminste al een flink eind weg. Daar kan ik me iets bij voorstellen, zei Will. Hij keek naar de lucht. De zon hing vlak boven de horizon. Ze hadden het hoogstens nog een half uur licht voor de boeg. Vind jij het vervelend om nog een paar uur door te gaan? En dan zoeken we wel een boerderij of zo om te overnachten. Dan hoeven we niet in het pikkendonker onze tent op te zetten. Prima, wat mij betreft, antwoordde Alice. Net als Will wilden ze liefst zo snel mogelijk de bende inhalen. Het idee dat Emma straks zou moeten vechten tegen een valse vechthond deed haar de rillingen over de rug lopen. Vlak na zonsondergang kwam de maan op, zodat het land om hen heen door een bleekblauw licht beschenen werd. Zwijgend reden ze verder, tot ze tegen 9e in de verte een verlicht raam zagen, dat er bij een kleine boerderij bleek te horen. Laat het hier maar stoppen, stelde Alice voor. Boeren gaan vroeg naar bed. Als we nog langer doorrijden, moeten we er straks een uit bed zien te krijgen. Dat zullen ze niet leuk vinden. En daar had ze gelijk in. Toen ze even later aanklopte bij de boerderij, met op de achtergrond het woestige blaf van een stel waakhonden, werd de deur opengedaan door een boer in nachthemd met een lantaarn in de hand. Je kon zien dat hij op het punt stond om onder de wol te gaan. Wat moeten jullie? Vroeg de man achterdochtig. Angstig omkijkend naar de honden, antwoordde Will. We zijn op reis, mijn zuster en ik, en we vroegen ons af of we misschien bij u een slaapplaats konden krijgen. Natuurlijk willen we u daarvoor betalen. De boer dacht na. Het idee van een geldelijke beloning stond hem wel aan. Kom dan eens dichterbij, zodat ik jullie beter kan zien, zei de man, die nog steeds niet helemaal vertrouwde. Will kwam een stap naar voren. Alice bleef vlak achter hem. De jonge jager knikte naar de honden, die nu grommend naast de boer stonden. Bijten die niet? Niet als ik ze daar dat niet beveel, antwoordde de man. Af jullie, hou eens op met blaffen. De honden gingen meteen zitten, maar bleven wel zachtjes jankgeluiden voortbrengen, zoals ze smeekten om de indringers aan stukken te mogen scheuren. Will merkte geamuseerd op dat Alice er zorgvuldig ervoor zorgde dat hij steeds tussen haar en die rijen ontblote tanden bleef staan. De honden kwamen meteen half overeind, zodra ze weer een stap dichterbij kwamen. Maar de boer had ze gelukkig goed onder duim. Hij stak de lantaarn hoog in de lucht en bestudeerde hen een paar minuten. Will zag nu dat hij de lantaarn in zijn linkerhand droeg. In zijn rechterhand had hij een zware knuppel met de gemene spijkers erin. Achter de boer zag hij beweging en daar klonk nu ook een mannenstem die iets vroeg. Misschien een broer of de oudste zoon. Ze zien er wel betrouwbaar uit, riep de man over zijn schouder. Een paar jongelui, kan geen kwaad lijkt me. Alice moest lachen. Will zag er inderdaad nog erg jong uit met zijn onschuldige babyface. Maar dat hij geen kwaad zou kunnen doen, daar had de man zich in vergist. Zo erg
dat ze in de lach schoot bij het idee alleen al. Misschien was hij wel de gevaarlijkste bezoeker die zich ooit bij deze boerderij gemeld had. In het huis is geen plaats, zei de boer. We zijn met z'n zessen. De schuur is ook prima, antwoordde Wil, als we maar een dak boven ons hoofd hebben. Volgens mij gaat het zo regenen. De boer keek omhoog en snoof de nachtlucht op. Ja, zei hij, we krijgen regen voor morgen, dat is het ding dat zeker is. Als jullie me nu eens, laten we zeggen, 7 koperen duiten geven voor de overnachting, en we kunnen jullie ook niets te eten aanbieden, vroeg hij er snel aan toe. We zijn al lang klaar en het vuur is bijna uit. Oh, dat is prima. We hebben zelf eten bij ons. Wil trok zijn beurs en zag naar de munten. Ik heb niet genoeg duiten, maar in plaats daarvan geef ik een zilveren kroon. Is dat goed? Die was wel 10 duiten waard, maar dat vond Wil geen probleem als hij vanavond nog onderdak zou vinden. De boer zette de lantaarn op de grond en stak zijn hand uit. 1 kroon dan, zei hij begeerig. Wil kwam dichterbij en meteen begon een van de honden weer te grommen en te janken. Hij zag dat het beest wel bleef zitten, maar intussen alle spieren in zijn achterlijf gespannen had. Zijn achterwerk raakte de grond al niet meer. Terwijl Wil het geld als een baasje gaf, ontblootte het beest zijn gele tanden. De boer controleerde de munt zorgvuldig en knikte tenslotte, tevreden gesteld dat het geen vervalsing was. Goed, mijn vrouw zal jullie morgen vroeg een extra ontbijt brengen, in ruil voor 3 duiten extra. Denk eraan, geen vuur in de schuur en ook geen kaarsen. Er hangt een lantaarn, maar laat die daar hangen alsjeblieft. Die geeft licht genoeg. Dankjewel, zei Wil. Maar toen kreeg een van zijn sterkere verslavingen de overhand. Mag ik buiten wel een vuurtje maken? Ik wil graag koffie zetten. De boer gromde iets wat zijn toestemming moest betekenen. Maar wel een eind van de schuur vandaan alsjeblieft. En denk eraan, ik laat de honden hier ook buiten de hele nacht. Als je te dicht bij het huis probeert te komen, vreten ze je op. We zullen eraan denken, antwoordde Wil. De boer gromde weer wat in zijn baard. Nou, wat rusten dan. Slaap zacht. En hij gebaarde dat ze bij zijn voordeur weg moesten gaan. Ook wat rusten, zei Wil. Hij en Alice liepen naar de schuur. Toen ze ver genoeg waren, deed de boer de deur pas dicht. Ze hoorden zware grendels ervoor schuiven binnen. De 2 honden gingen liggen, vlak voor of half op de drempel. Ze legden hun kin op hun voorpoten en bleven de 2 vreemdelingen naast staren, tot ze met hun rijdieren in de schuur verdwenen waren. Vermoeid van de reis sliepen ze als een roos. Wil werd een keer wakker na middernacht van de regendruppels op het dak. Hij trok zijn deken strakker om zich heen, blij dat ze niet buiten lagen en sliep verder. Er gaat iets heel geruststrevends uit van het geluid van regen die zachtjes op een dak trommelt, als je zelf warm en droog in je slaapzak ligt. Toen hij weer wakker werd, was het al licht. Hij hoorde op het erf een haan kraaien en kippen kakelen. Het regende niet meer, maar er hing nog een frisse, pasgewassen geur. Bij daglicht zag zowel de boerderij als de boer heel wat gastvrijer uit dan de avond daarvoor. De boerin serveerde een flink ontbijt. Wil keek met een brede grijns naar het grote bord vol gebakken eieren met spek, aardappelen en geroosterd brood. Die boeren eten er goed van, zei hij. Alice fronste, dat moeten ze ook wel, ze werken harder dan jij. Voor ze vertrokken vroeg ze de familie nog of ze misschien reizigers hadden opgemerkt in de buurt. 2 dagen geleden nog, antwoordde de boer. Ze wilden op ons veld een kamp opslaan, maar ik heb ze weggestuurd. Als die lui in de buurt zijn, raak je allerlei dingen kwijt. Dat weet ik, zei Wil. Ik ben mijn hond kwijt. De boer krabde zich aan zijn neus. Dat is heel vervelend, maar ik zou mijn tijd niet verdoen met ze achterna jagen. Een reizigerskamp is geen gezonde plek voor een hond. Hij weigerde nadere details te geven, maar Wil wist inmiddels wel waar de man op doelde. Ze namen ze afscheid en waren een paar minuten later weer onderweg. Ze verhoogden hun snelheid door 20 minuten te draven, dan even af te stijgen en naast hun rijdieren te lopen om daarna weer 20 minuten flink hard te draven. Elk uur pauzeerden ze een paar minuten en reden dan weer door. De lunch, wat rookvlees en crackers, gebruikten ze in het zadel. Dat tempo werkte. Toen ze die avond stopten in een dorpje, hoorden ze dat de reizigers nog maar 1 dag voorsprong hadden. Ze betaalden wat geld om in de keuken van een van de grotere huizen te mogen blijven slapen, want het gehucht had geen herberg te bieden. Ze aten een avondmaal en besloten vroeg naar bed te gaan. Voor hun opkomst, de volgende ochtend, waren ze alweer onderweg. Weer zetten ze er flink de pas in. Toen de zon de aarde begon te verwarmen en hier en daar fladder mist opstegen uit het bedauwde gras, schudde Trek ineens heftig zijn manen. Vandaag halen we die lui in. Ik voel het gewoon.
Will keek aarzelend naar zijn metgezel Alice. Hij wist niet hoe zij zou reageren als hij ineens tegen zijn paard begon te praten. Kom op, geef de beest antwoord als je ze nodig moet, ze zei, zonder haar ogen van de weg voor hen af te wenden. Verrast keek hij haar aan. Kun jij hem ook verstaan? Ze schudde haar hoofd en glimlachte. Nee, maar Pauline heeft me gewaarschuwd dat jullie grijze jagers altijd met jullie paarden praten en dan altijd een beetje dom kijken als iemand anders dat merkt. Oh. Will was niet goed of hij nu wel of niet hardop zou antwoorden. De communicatie die Trek en hij deelde was die bijzondere private aangelegenheid. Je hoeft niets te zeggen hoor. Gelukkig dan maar, zei hij. En dacht ze dat zowel Trek als Alice dat als een antwoord konden beschouwen. En zo reden ze kilometer na kilometer verder, Alice met een flauwe glimlach om haar welgevormde lippen. Hoofdstuk 5. De reizigers bleven hun zuidelijke koers aanhouden. Will en Alice zagen de resten van hun kamp in het veld naast de weg. De vochtige bodem vertoonde nog diepe sporen van de wagenwielen en er waren een paar zwarte plekken waar de reizigers hun kampvuur hadden aangelegd. Will steeg af en voelde aan de as. Koud, zei hij. Ze zijn ons nog een flink eind voor. Maar ze kwamen toch steeds dichterbij. Misschien, zoals Alice suggereerde, was hun tempo wel aan het inzakken, nu ze een heel eind van de laatste dieverij waren gekomen. Will knikte. Best mogelijk. Halverwege de middag van de volgende dag haalden zij de karavaan in. Alice en Will reden op een bocht en zagen een eind verder het kampement. Er stonden 5 van die woonwagens met een ronde daken, ongeveer in een vierkant opgesteld, op een open plek in het bos. Mensen liepen heen en weer tussen een paar vuren door, waarvan trage rook omhoog kringelde. Ergens speelde iemand op een citer. De melodie was in mineur en het ritme deed Will denken aan verre en vreemde landen. Alice, eerste instinctmatige reactie toen zij het kamp zag, was haar paard inhouden. Maar Will zag dat en liet haar net op tijd doorgaan. Gewoon doorrijden nu, zei hij. Ze mogen niet denken dat we naar hen op zoek waren. We rijden gewoon verder naar het dorpje, daar op die heuvel. Ze zagen de daken boven de bomen. Uit hun schoorstenen kwam nog meer rook omhoog. Will bestudeerde het kamp terwijl ze haar langzaam voorbij reden. Er liepen een paar honden, maar geen zwarte witte border collie. Een van de beesten deed een halfhartige poging waaks te zijn en begon te blaffen. Als beloning kreeg hij een schop van de dichtstbijzijnde reiziger. Jankend en met een staart tussen de benen verdween het mormel onder een woonwagen. Moet je wel zo kijken? Straks verraad je ons nog door je nieuwsgierigheid. Will schudde zijn hoofd. Volgens mij is het nog raarder als ik net zou doen alsof zij niet waren, merkte hij op. Ze zijn eraan gewend dat mensen staren. Juist als we straks voor ons blijven kijken, vallen we op. Hem vielen ook een paar dingen op. De paarden in de woonwagens hierheen getrokken hadden stonden binnen een kleine omheining van palen die op X-vormige staanders lagen. Aan de andere kant stonden 3 vrouwen met gebogen ruggen met opgestroopte mouwen de was te doen. Een van hen kwam overeind, kwam een vrolijk gekleurd overhemd uit en hing dat aan een lijn die tussen 2 bomen gespannen was. Daarna begon ze nog een kledingstuk te wassen. De lijn hing al bijna vol met natte blouses en diverse soorten ondergoed. Het is wasdag, merkte Alice enigszins overbodig op. Zo te zien zijn ze van plan hier een paar dagen te blijven, stelde Will vast. Geen wonder, ze hebben al die dagen sinds Wensley hard gereden. Ze zijn waarschijnlijk wel in rust toe. 4 mannen zaten op krukjes en rond een van de kampvuren en gaven elkaar een fles door. Ze wierpen kille blikken naar de 2 voorbijgangers. Zelfs van ver konden de 2 jonge mensen de onvriendelijke achterdocht voelen. Bezoekers zijn hier zo te zien niet erg welkom, merkte Will op. Ze waren intussen het kamp voorbij en het zou alleen maar ongezonde aandacht trekken als ze zich omdraaiden in het zadel om nog eens te kijken. In elk geval wist Will nu hoe het kamp in elkaar stak. Je zou verwachten dat ze dichter bij het bos waren gaan staan, zei Alice. Het kamp werd aan alle zijden omringd door een paar 100 meter open veld. Dan hadden ze minder last van de wind. Will schudde zijn hoofd. Als ze zo midden in het gras staan is het veel moeilijker om hen ongemerkt te besluipen, zei hij. Had dat gelijk. Dit zijn geen mensen die je gemakkelijk in de luren legt. Hij had eerder besloten om die nacht naar het kamp terug te gaan om een 2e verkenning uit te voeren. Maar hij had nu bedenkingen bij het plan. Het zou niet gemakkelijk zijn dichterbij te komen. En er waren ook nog die vervelende waakse honden. Die liet ze 's nachts natuurlijk ook gewoon rondlopen. Ze zouden waarschuwen als er iets of iemand onbekends in de buurt kwam. Honden kon het een eerlijke indringer bijzonder lastig maken, wist hij. In het dorp op de heuvel was wel een taverne, maar geen herberg. Maar de waard was best bereid reizigers in zijn stal te laten slapen
En Will en Alice vonden het ook prima om nog een nacht in hun dekens gerold op de stro te slapen. En omdat ze niet in het hoofdgebouw sliepen, zou het voor Will eenvoudiger zijn om midden in de nacht ongezien weg te glippen. Eerst aten ze wat, daarna trokken ze zich terug op de hooizolder, zogenaamd vroeg naar bed te gaan. Will legde de spullen voor zijn expeditie klaar, toen net als zijn verrassing Alice zag aankomen, gekleed in een nauwsluitende zwarte broek en een kort zwart jasje. Haar zware couriersdrok hing aan haar riem. Om haar schouders hing een donkerbruine mantel. Het was duidelijk dat ze ervan uitging dat ze samen op onderzoek zouden gaan. Will opende zijn mond om te protesteren, maar Alice was hem voor. Geen discussie, ik ga mee, zei ze. Denk nog eens aan wat Halt zei. Als er iemand contact moet leggen met de reizigers, dan ben ik het. Het is alleen maar verstandig als ik eerst polsvochten ga nemen. Ja, zei Will, maar... Niks te maren, antwoordde het meisje. Wees maar niet bang. Ik kom heus niet dichtbij, dat mag je zelf doen. Ik blijf wel op de uitkijk staan tussen de bomen en het zo goed mogelijk op. Dan kun je me later alles vertellen wat ik gemist heb. Will aarzelde. Ze had natuurlijk een punt. En hij wist ook wel dat Alice geen domme dingen zou doen. Hij knikte. Oké, dan, laten we maar gaan. Ze vermeden de hoofdstraat en maakte liever een omweg om ongezien het dorp te verlaten. Eenmaal het dorp uit, hield het karrenspoor snel op en liepen ze dwars over een net gemaaide akker. De rand van het bos lag zo'n 1,50 meter van hen vandaan. Terwijl ze naar het kamp liepen, maakten hun laarzen nauwelijks geluid op de harde stoppels die na het maaien achtergebleven waren. De laatste paar honderd meter bleven ze in de schaduw van de bosrand tot het punt waar ze goed zicht hadden op de woonwagens. Twee kampvuren brandden nog en uit twee woonwagens scheen nog licht. De andere drie waren donker. Om een van de vuren zagen ze enkele gestalten liggen en zitten, twee mannen en een vrouw. Blijf jij hier? Fluisterde Will in het oor van Alice. Dan ga ik proberen wat dichterbij te komen. Zij knikte en hij gleed weg van de boom waarachter zij zich verscholen had. Op zijn buik kroop hij door het natte gras. Er waren nauwelijks bosjes of struiken waarvan hij gebruik kon maken, dus hij kwam maar langzaam vooruit. Steeds bleef hij op een bepaalde plek doodstil wachten, tot er weer een schaduw van de wolk langs kwam zeilen waar hij mee kon liften. Hij was er maar 1,50 meter van de woonwagens verwijderd, toen een van de honden zijn kop optilde en een korte vragende blaf liet horen. Hij bevroor ter plekke, terwijl een van de mannen bij het vuur iets naar de hond riep. Daarna hoorde Will de man kreunen terwijl hij moeizaam opstond, om samen met de hond de duistere nacht in te turen. Zie je iets, Jeroen? Vroeg de vrouw. Nee, het vuur brandt te fel. De hond heeft vast iets gezien of gehoord, anders zou hij niet aanslaan, merkte de vrouw op. Maar de man snoof minachtend. Pff, die stomme hond. Waarschijnlijk een vos of een das. Ik zou toch maar even gaan kijken, drong de vrouw aan. En de man reageerde geprikkeld. Ga zelf. Als je denkt dat er iets is, moet je zelf maar gaan kijken. Maar ik ben toch geen man, hoorde de vrouw klagelijk. Will dacht aan wat Holt gezegd had over de eigenaardige omgang van de reizigers met hun vrouwenvolk. Dit is geen werk voor vrouwen. Zo is het maar net, vrouw. Jullie moeten poetsen en verstellen en eten koken en je mond houden. Begin maar eens met het laatste. Ik ga naar bed, zei de vrouw boos. Haar echtgenoot, als die het was, keek haar verontwaardigd na. Vrouwen, zei hij met een stem vol afkeer. Je mag blij zijn dat je niet getrouwd bent, Jeroen. Vertel mij wat, antwoordde Jeroen. Hij schudde aan zijn fles, merkte dat er niets meer in zat en gooide hem over zijn schouder de nacht in. Zijn kameraad geeuwde, rekte zich eens lekker uit. Ik ga er ook eens in, zei hij, nadat zijn kaken weer in elkaars buurt waren gekomen. Hij stond op en liep enigszins onvast op de benen naar de woonwagen die zijn vrouw net binnengegaan was. Hij struikelde op het trapje dat naar de deur leidde, vloekte en sloeg de deur met een klap achter zich dicht. Die fles die ze net weggooide, was niet de eerste van die avond geweest, concludeerde Will. Nu alleen die ene man nog in het vuur zat te staren, was er weinig kans meer dat hij iets zinvols zou horen. Dus kroop Will voorzichtig achteruit, weg van het kamp en zijn bewoners, naar de plek in het bos waar Alice stond te wachten. En, was zij benieuwd. Ik heb niets gehoord waar we iets aan hebben, antwoordde Will, maar had dat gelijk wat hun houding tegenover vrouwen betreft. Het lijkt erop dat reizigersvrouwen nergens de mening over hoeven te hebben. Wat doen we dan nu? Will aarzelde even. We moeten weer te weten zien te komen, zei hij. Wat ze zal de hele dag doen, hoe ze dat doen, welke gewoonten ze daarbij hebben en volgen. Hij beet op de binnenkant van zijn lip. Hij besefte maar al te goed wat Halt had gezegd over de reizigers, dat ze een lastig volkje waren. Hij moest oppassen dat ze niet te vroeg in de gaten kregen dat zij hem achtervolgden.
Ik stel voor om morgen terug te komen en die lui dan een tijdje in de gaten te houden. Kijken of ze ook een zwakke plek hebben die we kunnen gebruiken als het nodig is. Laten we nu maar teruggaan naar de taverne en ons bed. Ik kan best een bok warme koffie gebruiken. Voorzichtig slopen ze langs de bosrand weer terug naar het dorp. Pas toen ze de lichten van het kamp niet meer konden zien, durfden ze weer rechtop te lopen. Terug in het dorp wisten ze onopvallend de taverne in te glippen. Het was ook best laat, maar toch zaten nog een stuk of 10 klanten aan de toog die luid met elkaar praten. 3 mannen zaten aan het tafeltje te dobbelen. Ho en Alice bestelden koffie. Terwijl ze daar wachtten aan de toog, keek Alice belangstellend naar het verloop van hun spelletje. Een van de spelers had een flinke stapel munten gewonnen en veegde die naar zich toe. Toen hij merkte dat Alice stond te kijken. Hij glimlachte naar haar. Hij was in opperbest humeur en Alice was natuurlijk een heel knap meisje. Hallo daar, schoonheid, zei hij. Lekker breng je me geluk. Wil je niet meespelen? Alice glimlachte terug. De man leek best vriendelijk en ze kon van zijn boerenkind natuurlijk niet dezelfde hoffelijkheid verwachten als ze in het kasteel gewend was. Nee hoor, antwoordde ze opgewekt. Door mijn vriendje op mij jaloers. Nou, dan doet die toch ook mee, merkte een van de andere dobbelaars op. Vreemdelingen zijn hier altijd welkom, net als hun centjes. Iedereen moest lachen en zelfs veel glimlachte zuinigjes. Ik ben bang dat het niet gaat lukken, heren. Mijn beurs is al zo plat als een dibbeltje. En je houdt niet van een gokje op zijn tijd? Vroeg de derde man aan het tafeltje. Wil schudde zijn hoofd en keek alsof hij dat zeer betreurde. Te veel ben ik bang, daarom is mijn beurs zo plat. Daar moesten de dobbelaars weer om lachen. Ze kenden dat zelf maar al te goed. Jammer, zei de eerste man. Want je kunt hier binnenkort leuke prijsjes winnen, op 7 dag. Er wordt een hond. Voor hij zijn zin kon afmaken, greep een van de anderen hem bij zijn pols. Hou je grote waf voor, Randel, zei hij snel. Dat hoef je niet overal rond te toeteren. Hè? Het spijt me. De man leek zelf ook geschrokken van zijn loslippigheid. Hij wendde zijn blik af van Wils grote ogen. Ik zeg al niets meer. Zijn kameraad probeerde er overheen te praten. Ach weet je, Randel draaft altijd maar door. Je moet er maar niet naar hem luisteren. Trek je niets van hem aan? Ik begrijp het, zei Wil. En gebaarde dat er wat hem betrof niets aan de hand was. Een koffie was intussen gearriveerd en de boom meteen de gelegenheid het gesprek met hun buren te beëindigen. Een prettige avond verder, heren, zei hij. En liep met Alice naar een tafeltje in de hoek van de gelagkamer. Onderweg vingen nog een paar flarden van hun conversatie op. Ben je nou helemaal van je lotje getikt, Randel? Vroeg de derde dobbelaar. Probeerde niet hard te praten, maar hij was zo boos dat Wils scherpe oren het prima verstonden. Je gaat toch niet wildvreemden vertellen over het... hield op midden in de zin. Alvorens hem even later af te maken over het je weet wel. Ja, ik weet het. Ik zei altijd op mijn speet, antwoordde de arme Randel, die zich duidelijk schaamde. Maar eigenlijk heb ik niets gezegd en die luizen er niet uit als, je weet wel, als... De rest van zijn woorden gingen verloren omdat de mannen aan een ander tafeltje ineens in lachen uitbarsten. Will en Alice keken elkaar aan terwijl ze gingen zitten. Alice glimlachte. Lachen, drong ze aan. Jij moet nu ook hard lachen. Will begreep het niet, maar besloot te gehoorzamen. Hij gooide zijn hoofd hard achterover en schaterlachte. Alice deed even mee en lachte haar hand liefhebbend op de zijne... en nam toen een slok van haar koffie. Nog steeds met een glimlach zei ze, ze moeten niet denken dat wij nog steeds over hebben wat die man net zei. Wil knikte en grijnsde nog maar eens breed. Het was gek om een serieus gesprek te voeren en intussen net te doen alsof ze om iets grappigs moesten lachen. Alice was in dit soort slimmigheid getraind en gaf zich maar aan haar instincten over. Ze barstte nu voor over en eide hem over zijn wang. Laten we net doen alsof we een romantisch onderrondje hebben, zei ze. Hij knikte, bleef lief glimlachen en pakte haar hand waarop hij een klein kusje drukte. Wat dacht je dat die man bedoelde? Vroeg ze daarna, terwijl ze verlegen het trek rondkeek, alsof ze zich geneerde dat een andere mensen zouden zien hoe verliefd ze waren. En bij haar lijf glimlachen, drong ze aan, toen ze zag hoe Wil nadenkend zijn wenkbrauw fronste. Snel trok hij een vrolijker gezicht. Er gaat iets gebeuren op 7 dag, iets waarbij je kunt gokken en flink veel geld kunt winnen. Ja, zei ze, en streek koket haar lange blonde lokken achter haar oren. Het is niet iets wat elke week gebeurt, dus wat denk je dan meteen? Wil wist dat ze langs dezelfde lijnen dacht. Dat het iets met de reizigers te van doen heeft. Een hondengevecht. Ze zijn hier neergestreken en hebben rondverteld dat ze op 7 dag een hondengevecht organiseren. Morgen is 2 dag, zei Alice. Dat betekent dat we niet zoveel tijd meer hebben. Niet veel, nee, beaamde Wil.
Hij lachte niet meer en deed ook niet meer verliefd. We hebben nog geen idee waar we hem kunnen vinden. Morgen was een drukke dag. Hoofdstuk 6. Kort na zonsopkomst waren ze terug op hun uitkijkpost en staarden naar het kamp van de reizigers. De eerste paar uur leek er niets bijzonders te gebeuren. De reizigers waren druk bezig met dagelijkse karweitjes, ze poorden kampvuur op, maakten eten klaar, veegden hun woonwagen schoon en zaten allerlei dingen en kledingstukken te repareren. Tegen de middag kwam Jeroen, de dikke man die ze de dag ervoor gezien en gehoord hadden, uit zijn woonwagen tevoorschijn. Hij droeg een lang, geruit hemd met wijde mouwen, die met leren riempje onder zijn polsen waren vastgesnoerd. Om zijn middel droeg hij een brede leren riem, en Wil zag dat er aan zijn linkerzij in een schede een lang mes hing. Daaronder droeg de man een zwarte broek met bruine leren laarzen die tot zijn knieën reikten. Interessanter was dat de man een grote jute zak meebracht. Terwijl hij van het trapje afdaalde, kwamen twee van de buitenhonden kwispelend en door hun poten zakken naar hem toe, probeerden aan de zak te ruiken. De man riep een paar verwensingen naar de beesten, tot ze met de staart tussen de benen wegkropen. Wat zou er in die zak zitten? Vroeg Wil gespannen. Alice, die in haar bruine mantel gewikkeld naast hem lag, keek hem even aan. Als je ziet hoe die honden het deden, je zou denken dat er vlees in zit. Dat dacht ik ook al, zei Wil. Hij had ook donkerbruine vlekken opgemerkt. Opgedroogd bloed? Jeroen liep naar de rand van het kampement en draaide zich daarom. Riep naar de woonwagens. Putulengo, wrang je voor de donder nu weer uit? Ik kom al, Jeroen, klonk een hoge stem. De deur van een van de woonwagens ging open en de jongen, hoogstens 12 of 13 jaar oud, kwam een trapje afgestrommeld terwijl hij zijn hemd in zijn broekband propte. Hij had lang donker haar en een olijfkleurige huid. Om zijn hoofd droeg hij een gele band. Wanneer leer je eens op tijd klaar te staan, zei Jeroen boos. Duidelijk geen toegeeflijk type. Loop achter me aan en hou je ogen open. Jeroen liep naar de bosrand tegenover het kampement. De jongen moest haast hollen om de grote stappen van de man bij te kunnen houden. Blijf jij hier en let op het kamp, fluisterde Wil. Dan ga ik kijken waar vriend Jeroen heen gaat. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hij moest in een wijde boog om het kamp heen en dan langs de weg helemaal naar de overkant van de open plek in het bos waar de reizigers hun woonwagens en tenten opgeslagen hadden. Dat kostte heel wat tijd, maar hij vertrouwde erop dat hij, eenmaal daar aangekomen, zonder al te veel moeite het spoor van Jeroen en de jongen zou kunnen oppikken. En daarin vergist hij zich. Waar de jongen gelopen had, kon hij wel zien. Maar Putulengo was niet zijn baas, oom of vader gebleven. Hij volgde hem misschien wel, maar dan op een afstandje, en zorgde ervoor dat eventuele sporen van Jeroen die er tegenkwam zorgvuldig uitgewist werden. Zelf maakte hij intussen allerlei omwegen en vreemde zijsprongen. Jeroen blijkbaar ook, zodat het onmogelijk was precies vast te stellen welke kant de oudere reiziger opgelopen was. Intussen liep Jeroen het gevaar opgemerkt te worden door de jongen als deze weer eens op zijn schreden terugkeerde. De jongen zelf lette ook gevaarlijk goed op. Een paar keer maakte Wil een heel klein beetje lawaai. Het was natuurlijk onmogelijk om geheel geluidloos door een bos te lopen. En er kwam het donkere hoofdje met ruk omhoog om zich heen te kijken. Wil kon dan niet anders doen dan doodstil te blijven staan waar hij stond en hopen dat zijn jagersmantel onzichtbaar was. Putulengo bleef intussen zo ver achter de volwassen man dat Wil de grote reiziger geen moment in het vizier kreeg. Hij kon niet meer doen dan de jongen schaduwen. Na een paar minuten begon hij in te zien hoe effectief de reizigersmethode was. Blijkbaar wist de jongen precies waar Jeroen heen ging, dus kon hij een heel eind achter hem blijven en zo zorgen dat eventuele achtervolgers de man met de zak niet inhaalden. Na 10 minuten gaf Wil het op. Hij was verslagen en hij wist het. Het risico van ontdekking werd te groot en het zou Eben het leven kunnen kosten. Woedend om zijn eigen onmacht sloop hij terug naar de plek waar Alice het kamp in de gaten hield. Ze zag aan zijn gezicht dat het niet goed gegaan was. Ze wees aan de woonwagens. Ik heb misschien wel een ingang gevonden, zei ze rustig. Wil volgde haar wijzende vinger en zag iemand die hem niet eerder was opgevallen. Het was een oude vrouw, gekleed in vieze vodden, met lang grijs en ongekamd haar. Ze strompelde bijna dubbel gebogen van de reumatiek door het kamp, haalde hout van een stapel die een van de mannen had klaargelegd en verdeelde dat over de kookvuren. Toen ze daarmee klaar was, vulde ze een emmer uit een grote waterton die aan een van de woonwagens opgehangen was en begon ook dat water rond te delen. Het was duidelijk dat de arme vrouw in deze gemeenschap niet veel meer dan een slaaf of zelfs niet meer dan een lastdier was. Als een van de andere reizigers in haar buurt kwam, deed ze net alsof ze niet bestond, als ze geluk had. Meestal kreeg ze verwensing
een verkloorde spuug op zich afgevuurd. Een van de mannen gaf zelfs een tik om de oren toen ze hem in de weg liep. Toen ze Kermit protesteerde, barstte de man een hoongelach uit. Toen zij bukte om de emmer op te tillen, gaf er een harde schop tegen, zodat het ding meters ver weg rolde. De vrouw strompelde en er snikkend en luid jammerend achteraan. Toen ging de deur van een van de woonwagens open en schreeuwde een minstens 20 jaar jongere reizigster vanuit de opening de oude vrouw: "Hilde, waar blijf je nou met het water? Schiet toch eens op, mens, luibe donder." Hilde jammerde iets onverstaanbaars terug en de man die haar water omgeschopt had, vervloekte haar nog eens. De oude vrouw hobbelde terug naar de waterton om haar emmer opnieuw te vullen, achtervolgd door het schelle verwensingen vanuit de woonwagen. Het was wel duidelijk dat in de reizigerssamenleving Hilde op de allerlaagste treden stond. Wil keek Alice met opgetrokken wenkbrauwen aan. Ik begrijp niet goed hoe zij ons zou kunnen helpen. Alice glimlachte lief terug. Toen je daar door het bos dwaalde, hoorde ik hoe een van de andere reizigers een opdracht gaf om in dit bos naar brandhout te gaan zoeken. Als we nou eens rustig wachten tot mevrouw het kamp verlaat, dan volgen we haar en neem ik haar plaats in. Je maakt een grapje, antwoordde Will. Hij keek van de kromme gestalte van de oude vrouw, die nu in een volle emmer water naar de boze vrouw sleurde, naar de kaarsrechte, knappe en piepjonge Alice. En jij denkt dat ze het verschil niet zien? Ik denk dat ze haar nauwelijks aankijken, merkte Alice op. Ze zien haar niet als individu, maar als mens. Ze is een stuk vuil of een stuk gereedschap dat je mag schoppen en uitschelden wanneer en zo vaak je maar wilt. En vergeet niet, ik heb geleerd om mezelf te vermommen als het nodig is. Als ik flink wat as en vet door mijn haar smeer en net zoals zij zo wat dubbel gebogen rondschuifel, dan denk ik niet dat zij verschil zullen zien. Vooral niet als ik ook nog eens haar kleren aantrek. Daar rilde ze even van. Ik moet zeggen dat juist dat gedeelte van mijn plan me de kriebels geeft. Wil keek nog eens naar de kromme oude heks die mummelend door het kamp liep. Denk je echt dat je het zou lukken? Alice knikte zelfverzekerd. Niet als die vrouw een van hen was, maar volgens mij is ze dat niet. Ze hebben geen enkel respect voor haar. En, zoals ze mij altijd hebben willen bijbrengen, mensen zien wat ze verwachten te zien. Verder niets. Hij bleef een paar minuten zwijgend nadenken. Ze probeerde hem nog eens te overtuigen. Op die manier kom ik tenminste in het kamp zelf. Ik kan alles horen wat er gezegd wordt. Met een beetje geluk hoor ik dan ook waar ze Ebben opgesloten houden. Of als Jeroen en de jongen weer het bos ingaan, dan volg ik ze gewoon. De kans is groot dat ze geen argwaan koesteren als ze heel de brandhout zien verzamelen. Je kunt mij weer in de gaten houden voor een afstandje. Dan hoef jij je niet te vertonen voordat we Ebben hebben gevonden. Allemaal goed en wel, riep Will tegen. Maar ik vraag me echt af of het zal lukken. Je loopt een enorm risico. Dat ben ik bereid te nemen, trouwens. Wat kunnen ze me aandoen? Jij beschermt mij vanuit het bos als ze me doorkrijgen. Ik denk echt dat het de enige manier is om erachter te komen waar ze Ebben opgesloten hebben. Ik wil er even over nadenken, zei Will. Hij wist ook wel dat hij, als hij in Alice's schoenen stond, geen moment zou aarzelen. Maar nu liep hij het gevaar zowel Ebben als Alice te verliezen en dat idee kon hij niet aan. Maar niet te lang, zei Alice. Kijk, het vrouwtje loopt al het kamp uit. Will keek op. Inderdaad liep Hilde naar de bosrand, met een klein bijltje in de hand en een grote mand van wilgetenen op haar rug om het sprokkelhout in te gooien. Als ze zo verder liep, kwam ze 1,50 meter ten noorden van hen aan bij het bos waar ze zich verscholen. Goed, zei hij tot het besluit komend, laten we het maar proberen. Hilde in het bos terugvinden bleek niet moeilijk. Het geluid van haar bijltje weergalmde door het bos, terwijl ze dode takken in handelbare stukken hakte. Will en Alice bleven haar achtervolgen tot ze flink eind in het bos had gewaagd. Zodra ze vonden dat het gevaar vanuit het kamp geweken was, kwam Will tevoorschijn van achter een boomstam. Hilde dacht dat hij ineens uit het niets voor haar opdook. Ze greep van schrik naar haar hart en hield haar andere hand bezwerend voor haar hoofd. Will herkende dat gebaar. Daarmee probeerden oudere mensen en Aruluwen zich te beschermen tegen kwade geesten of het boze oog. En zag ook dat ze, hoewel ze de bijl in haar rechterhand hield, geen aanstalten maakte om zich te verdedigen. Ze dreigde er zelfs niet meer mee. Hilde's instincten leken door haar langdurige gevangenschap bij de reizigers wat van hun scherpte verloren te hebben. Niet bang zijn, Hilde, zei hij vriendelijk. We willen je geen kwaad doen. Wie ben jij? Hoe weet je dat ik heet? Ik heb niets gedaan. Kermde het oude vrouwtje zonder hem in de ogen te durven kijken. Will keek naar de plek waar Alice tussen de bomen stond, te wachten en zijn: kom me helpen, ik kan dit niet alleen af.
Ook Alice kwam tevoorschijn en Hilde deinsde weer achteruit. Wees niet bang, zei ook Alice. We willen je geen pijn doen, we willen je zelfs helpen. Misschien dat Hilde enigszins gerustgesteld werd door het feit dat Alice een vrouw was. Oom Graham liet ze haar beschermende arm zakken. Ze stak haar hoofd naar voren om haar beter te kunnen kijken wie of wat Alice was. Die glimlachte vriendelijk naar haar. De glimlach van Alice was beroemd bij de jonge man in het Rijk. In elk geval leek het bij de oude vrouw te werken. En wie zijn jullie? Vroeg de oude heks. Ik heet Alice en mijn vriend hier heet Will, antwoordde de jonge vrouw. Hilde keek naar Will, weer in haar achterdocht en angst. Alice ging snel verder. Vertel ons eens, Hilde, waarom behandelen de reizigers je zo slecht? Dat was precies een roos, besefte Will. Daarmee slaagde Alice erin het vertrouwen van de vrouw te winnen. Zij snoof verontwaardigd en ze veegde haar neus af aan haar vieze, vette mouw. Slecht behandelen? Ja, dat doen ze. Ze slaan me zelfs. En schelden me uit en schoppen en slaan. Terwijl ik alleen maar mijn best doe, maar ik ben te oud. Ik kan niet meer zo snel dingen doen als vroeger. Ik doe heus mijn best, maar niet snel genoeg en ik krijg een bak slaag. Maar ben je dan geen reiziger? Vroeg Alice. En ze nam de hand van de oude vrouw zachtjes in de haren. Hilde keek met waterige oogjes naar haar op. Oogjes waaruit jaren van tranen alle kleur weggespoeld lijken te hebben. Een reiziger? Nee, ik kom uit Gallica. Tenminste heel lang geleden. Toen mijn man gestorven was, wilden ze me uit mijn dorp niet langer hebben. Ze waren op onze boerderij uit, begrijp je. Dus gooiden ze me zonder iets op straat. De reizigers namen me op. Eerst was ik hen dankbaar, maar na een tijdje kreeg ik spijt. Ik had beter niet met ze mee kunnen gaan. Ik ben nu al een jaar of... Ze zweeg en keek in de verte. Ik weet niet meer hoe lang ik bij hen ben. Maar waarom blijf je dan? Vroeg Will. Ze keek hem aan. Ze leek langzamerhand te geloven dat hij een vriend van Alice was. Als dat zo was, hoefde ze niets van hem te vrezen. Waar had ik heen kunnen gaan? Klaagde ze. Niemand wil een oude vrouw als ik in huis nemen. Was kiezen of delen. Bij de reizigers blijven of sterven van honger en kou. En ineens begon de oude vrouw te lachen. Een kakelende lach die niets vrolijks had. Niet dat ze me zo goed te eten geven, de restjes als ik geluk heb, die overblijven nadat ze hun honden gevoederd hebben. Alice en Will wisselden een snelle blik uit. Die honden, zei Alice. Bedoel je die in het kamp? Ja, die ook. En dan... Ze zweeg geschrokken. De honden in het kamp. Het kostte wel enorm veel moeite om niet weer naar Alice te kijken. Hij staarde naar een boomtop en floot wat voor zich uit, alsof hij niets gemerkt had. Maar ik begrijp echt niet waarom hij niet wegloopt. Merkte Alice op. Hilde keek haar aan alsof ze niet goed bij haar hoofd was. Hoe dan? Waarheen? Ik heb niets en ken niemand. En als ik zou proberen te vluchten, kwamen ze me vast achterna om me terug te brengen. Een oud vrouwtje als ik kan niet hard lopen, ik kan niets. Ik zit vast aan deze reizigers en ik moet er maar het beste van maken. Ze klonk alsof ze zich sinds lang bij haar barrelot had neergelegd. Hilde, als je weg zou kunnen, zou je dan gaan? Vroeg Alice. Ja, natuurlijk. Antwoordde Hilde. Maar toen drong de realiteit weer tot haar door. Maar dat gaat niet. Wat zou ik voor de kost kunnen doen? Nee, het is zinloos om daar zelfs maar van te dromen. Wij kunnen je helpen, merkte Will op. Ze keek hem achterdochtig aan. Waarom zouden jullie? Laten we zeggen omdat we een appeltje te schillen hebben met die reizigers, antwoordde Will. De oude vrouw aarzelde. Het idee dat er heel misschien een uitweg zou kunnen zijn uit haar miserabele omstandigheden was weer erg verleidelijk. Maar hoe kom ik dan aan de kost? Nu antwoordde Alice. We kennen iemand met een groot restaurant. Die heeft vast wel een baantje voor je. Gemakkelijker dan wat je hier moet doen. En niemand zal je daar schoppen of uitschelden. Maar wil hard laten werken natuurlijk, antwoordde Will. En ze keek hem nu weer aan. Daar ben ik niet bang of te goed voor, antwoordde ze ernstig. Ik verwacht niets voor niets. Als ik onderdak krijg, met een beetje eten, een paar zakcentjes, dan zou ik in de zevende hemel zijn. Ik weet zeker dat Jenny je genoeg te eten zou geven, zei Will. En ze kan heel lekker eten koken. Lekker koken ook. We kunnen je nu al wat geld geven, nam Alice het over. En Will kan je meenemen naar een dorp in de buurt, waar je op ons kunt wachten. We hebben paarden bij ons. Hij kan zorgen dat je ver genoeg bent om geen last meer te hebben van dit geboefte. Maar Hilde was nog niet overtuigd. Weet je zeker dat die vriendin me werk zou geven? Alice knikte. Dat wist ze zeker. Als we haar dat vragen, zo zeker als wat... Je zult ook niet meer zo hard hoeven werken. Een nieuw en prettig leven, Hilde. En weet je wat? Om de zaak te beklinken, krijg je mijn jurk. Hilde's mond viel langzaam open. De jurk was tamelijk eenvoudig, maar van fijne wol,
Je zag zo dat hij zacht en warm was. En zonder verstelwerk en schoon en onbenoemelijk veel beter dan de folder die zij nu aan had. Maar wat doe jij dan aan? Vroeg ze praktisch. Alice wees naar een Hildes gerafelde rok, gescheurde blouse en vettige sjaal. We ruilen gewoon. Dat begreep Hilde niet. Waarom zou je deze troep aan willen? Alice kon de flauwe glimlach niet onderdrukken. Geloof me, Hilde, dat wil ik helemaal niet. Echt niet. Maar het moet, als we willen doen wat we van plan zijn.